Dit is een van mijn favoriete weteringen. Niet zozeer omdat je hier veel vangt, maar als er goed gemaaid is, loopt het lekker. Het is mooi en het is lekker rustig. Ik ga het uurtje proberen hier, want ik ben er al heel lang niet meer geweest. Net als ik de camera uitzet, ja hoor, krijg ik een aanbeet. Hoe vaak gebeurt het wel niet? Ook een hele zware stok op. Echt een prachtbeest. Maar ja, net mis. En dan pak ik hem niet meer. Ik ga een ander kleurtje proberen. Ik kreeg tot 3 keer toe een tik en nu hangt hij, maar ik twijfel of het een snoek is. Het zou ook een brasem kunnen zijn, in zijn staart gehaakt of zo, en misschien wel een klein karpertje. Ik hou het op mijn brasem, want hij blijft zo diep. En doe de slip. Toch een kleine karper. Ja hoor. Brasem. Is de rugvin, denk ik. Nu kan je pas zien hoe sterk ze zijn eigenlijk. En snel.
Ik was er al bang voor. Dat risico loop je 's winters in de polder. Het is jammer. Maar ze zijn eigenlijk nooit echt beschadigd. Dat valt heel erg mee. Ik schat hem op toch wel 3,5-4 kilo. Hij gaat over de 65 centimeter heen volgens mij. Hem terugzetten. Nou, dat is een heel klein gulzig baasje. Waar gaat hij, deze kleine jongen? Ik ben weer in de polder van vorige week. Het is heerlijk weer. Snoek weer. Ik heb er zin in. Het weer is echt super. Vang weer. Nou ja, hoop ik. Eerst maar even hier proberen. Een stuk of 20 worpjes voordat ik een eind ga lopen. Laatste worp. Ik heb een kwartiertje gegooid nu hier, maar ik vrees dat het toch niet de hotspot is waar ik op gehoopt had. Laatste. Veel rommel in het hoekje, dus deze worp telt niet. Nog eentje dan. En nu graag zonder ritstengels. Dat is beter. En weer troep aan mijn shed. Nou ja. Eén kan er met de laatste worp zijn en dat wordt deze dan. Nee hoor. Geen geluk hier. Ik zal kilometers moeten gaan maken. Dit is de plek waar ik vorige week een mooie dikke volger heb gezien. Ik hoop dat ze er nog is. Even proberen.
Mooie vis, och. Ik wou net zeggen, mooie vis, maar ik geloof niet dat het Big Mama is. Maar ze was het misschien toch wel. Yeah. Nou, dat is een heel kleintje volgens mij. Oh, ook los. Nou ja, niet erg. Zult een stinkend net. Mooi plekje. Hier maar eens verder vissen. Leuk hè, die bedelaars. Na 2 uur koulijden en alleen maar missers, heb ik toch eindelijk een vis op de kant. Helaas, de actioncam was leeg, althans de batterij, dus ik heb daar geen beelden van. Maar ik ga de vis nu even laten zien. Die snoek is zo traag met die kou, dat elke aanbeet eigenlijk als een overwinning voelt. Ja, dan maakt het ook niet meer zoveel uit hoe groot ze zijn natuurlijk. Ik ben nu blij met alles, want ik heb het hartstikke koud. Nou, hij heeft het best gedaan. Ik ben heel blij met hem. Volgens mij is die vis zo rond het vriespunt. Ik ga hem terugzetten. Ik blijf nog een half uurtje. Je weet maar nooit, want als het gouden uurtje aangebroken is, kan er nog van alles gebeuren in korte tijd. Hopelijk tot straks. En anders, tot de volgende keer. Nou, het gouden uurtje heeft zijn reputatie waargemaakt. Een meerval aan de spinhengel. Mijn eerste in Nederland. Even meten hoe lang die is. Gaf wel dikke sport natuurlijk, zo'n klein hengeltje. Mooie grote kop heeft hij, met zijn snorharen. Ik weet even niet hoe ik met het beest moet gaan staan. Dus ik gebruik gewoon een standaard lens. Dus geen groothoek. Ja, dan wordt het best lastig filmen, denk ik. Het is een monster, zeg maar. Daar reken je niet op. Als je aan het snoeken bent. Wel leuk voor de verandering. Slijm straks, dat kan niet missen. Ik ga hem even meten. Ik heb net even gemeten. Hij is 1 meter en 29 centimeter. Nou, leuk hoor, om te vangen. In een pool de sloot. Nou ja, wetering. Ik ga hem terugzetten. Ja, daar gaat hij. Laat mijn handdoek los, joh.
Hij wilde mijn handdoek niet loslaten, de boef. Het is alweer tijd om te stoppen. De plassen zijn al bevroren en het wordt nu heel snel donker. Tijd om de auto op te gaan zoeken. Hoe maak je van een ijskoude middag met alleen maar missers een topmiddag? Nou, je hebt net gezien. Je kan eigenlijk beter gewoon alleen in het gouden uurtje gaan vissen. Dan gebeurt er pas wat. Nou, ik heb een topmiddag gehad in ieder geval. Ik had erg naar mijn zin. Meerval op de spinnenhengel maak je ook niet elke dag mee. Ik hoop dat de beelden een beetje gelukt zijn. Want het is al behoorlijk donker. Maar meestal van dichtbij valt dat wel mee. Tot de volgende keer.